Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt het Zorgvoorzieningenfonds uitermate geschikt voor de dure zorg. De bewindsman was vanmorgen aanwezig op de openbare vergadering van de Zorgraad. Pengel vindt het goed dat de Zorgraad ingaat op de vele klachten over de basiszorgverzekering. De minister heeft uit de presentaties ook enkele aandachtspunten gehaald. Pengel was vooral tevreden over de interactie met het publiek. De bewindsman gaat in op het betalen van de premie. Het ministerie bepaalt geen premie, ook niet over wie hoeveel premie moet betalen en wanneer. De wet is duidelijk wat betreft basiszorgverzekering. Er wordt nergens gerefereerd naar een jaarpremie en we moeten ons aan de wet houden. Dus het ministerie heeft daar geen rol te vervullen. De wet is duidelijk. Wij kunnen slechts erop wijzen dat het niet conform de wet is dat de premie per jaar voor een jaar één keer betaald moet worden. Dat is duidelijk. Het ministerie is nog een inner van premie, nog anders wanneer het gaat om een overeenkomst tussen twee andere partijen. Ik refereer naar de wet. En kijk, natuurlijk hebben we van de verzekeraars hebben we begrepen waarom sommige maatregelen genomen worden. En ja, natuurlijk kan ik het begrijpen dat als een verzekerde zich voor een maand verzekert en daarna zorg consumeert voor 3000, 4000, 10.000 SAD, dat de verzekering daar dus altijd een groot risico loopt. Maar ja, dat is nou eenmaal verzekeren. Je dekt een bepaald risico af. Als ik verzekerd ben, wil ik ook verzekerd zijn en een bepaald risico afgedekt hebben. Pengel ziet graag een verandering in de manier waarop de gezondheidszorg in Suriname gefinancierd wordt. De langdurige en dure zorg wil de overheid uit andere bronnen financieren. Wanneer we praten over dure zorg, dan praten we over topklinische zorg, waar hoog gespecialiseerde artsen aan te pas komen, zegt Pengel. Kijken we eigenlijk het meeste naar de cardiochirurgie. We kijken naar een hartoperatie kan heel veel kosten. Het zijn lange operaties, er komt heel veel bij kijken aan medisch equipment en noem maar op. We denken ook aan orthopedische ingrepen, bijvoorbeeld kunstheupen, kunstknieën, oogheelkunde, radiotherapie, noem maar op. Radiotherapie wordt al voor het grootste gedeelte gesubsidieerd vanuit de overheid. Maar daarover praten we. Dus we praten niet over de gewone, dus met alle respect, gewone ziekenhuiszorg. Het is de bedoeling dat je de preventieve gezondheidszorg, eerste lijnzorg en de normale tweede lijnzorg gewoon kan financieren uit de algemene middelen, de begroting en de premiepot. Maar wanneer je praat over topklinische zorg, hartchirurgie, oogheelkunde, protheseoperaties, dialyse, die op dit moment ondergefinancierd is. Dialyse is niet per definitie duur, maar het is langdurige zorg, het is chronische zorg en dan lopen de kosten per jaar inderdaad op en als je de jaren bij elkaar optelt ook. U zag minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij sprak tijdens een break van de openbare vergadering van de Zorgraad met journalisten over onder meer het Zorgvoorzieningenfonds van de Zorgraad. De bijeenkomst is gehouden in de ballroom van La Larouque.